Nou, heel hartelijk welkom. Wat leuk dat jullie hier zijn gekomen. Mijn naam is dus Lies Meliepot. Ik ben calligrafe. Ik heb onder andere opdrachten mogen doen voor de Golden Globes in Amerika, maar ook de Libris Literatuurprijs en Cosmopolitan. Dus dat is super leuk om te doen. Ik ben van oorsprong klassiek zangeres, operazangeres. Dus ik heb conservatorium in Den Haag gedaan. Daarna ben ik naar de Kunstacademie in Utrecht gegaan, de HKU. En naast het kalligraferen werk ik als stemactrice voor tv. Dus je kunt mijn stem heel vaak op tv horen of in films of in games. En vandaag wil ik jullie heel graag iets gaan vertellen over, nou ja, jullie zien hier achter mij een hele mooie brief. En ik wil graag mijn verhaal beginnen bij deze brief. Ik heb een aantal van dit soort brieven. Het leuke aan deze brieven is, dit zijn allemaal Nederlandse brieven. Uit de 17e, 18e en 19e eeuw. En dit zijn de voorlopers geweest van wat wij nu kennen als wenskaarten. Dus dit waren wensbrieven en die werden helemaal mooi versierd en die werden verstuurd met feestdagen als kerst en Pasen. Maar ook als er kermis was, was het gebruikelijk om elkaar een wensbrief te sturen. En nu ben ik eigenlijk benieuwd als jullie dit zien. Het zijn natuurlijk gewoon hele mooie brieven, maar zien jullie hier ook iets bijzonders aan? Nee, nou dan zal ik jullie nu even versteld doen staan. Deze brieven zijn geschreven door kinderen van 7 tot 14 jaar oud. Oh, ja. Ongelooflijk. En toen ik dat zag, was ik helemaal, sloeg ik zelf erover. En ik dacht, hoe komt het nou toch dat die kinderen in die tijd zo'n hoog schrijfniveau hadden? En nou, daar ben ik ingedoken. Ik vond dat heel interessant. En ik wil jullie graag in deze presentatie meenemen in een verhaal over schrijfwedstrijden en schrijfmeesters in Nederland tijdens de periode die we nu de Gouden Eeuw van de Nederlandse calligrafie noemen. Dat was een periode die duurde ongeveer tussen 1590 en 1660. Om dit verhaal goed te kunnen plaatsen, wil ik jullie eerst iets gaan vertellen over het onderwijs in Nederland in die tijd en ook de redenen waarom het schrift ineens belangrijk werd. In de 16e eeuw bestond er nog geen leerplicht. Even kijken, we hebben als het goed is ook een plaatje van een klaslokaal. Ja. Nou, dat ziet er natuurlijk heel anders uit dan wat wij gewend zijn in deze tijd. Het is ook wel een beetje een spotprint, maar je ziet, het is totale chaos en er gebeurt van alles hier. Er was dus geen leerplicht. Er waren tot dan toe eigenlijk alleen kloosterscholen geweest. Maar dat was voor de meeste kinderen ver buiten het rijk. Ze moesten vaak hun ouders helpen, want die moesten dagelijks kost verdienen. En die kinderen die werden gewoon geacht mee te werken om dat voor elkaar te krijgen. Je had wel in de steden had je wel gemeentescholen, of grote scholen zoals dat werd genoemd. Daar was iedereen welkom. En de rectors van die scholen die werden vaak niet betaald. Ze moesten dus hun inkomen bij elkaar scharrelen met bijbaantjes en allerhande klusjes. En ze moesten hopen dat de ouders van wat rijkere kinderen af en toe een voortje gaven. En de ouders van de wat minder welgestelde gezinnen, die probeerden wel wat te geven in de vorm van bijvoorbeeld het vlees of groenten van het land, om zo bij te dragen. De klaslokalen zelf waren vroeger nog hele donkere ruimtes, slecht geventileerd. Er waren nog geen stoelen of banken, ze hadden leme vloeren en die werden dan in de zomer bedekt met bies en in de winter met stro. De meester zelf die zat vaak op een grote stoel met een lessenaar en vaak ook op een iets verhoogd podiumpje, dan kon hij het allemaal goed in de gaten houden. Er werd niet klassikaal lesgegeven, er werd echt hoofdelijk lesgegeven, dus je kwam als kind, moest je naar de leraar toe en die gaf jou een opdracht. En dat ging je dan in je eentje uitvoeren en dan later op de dag kwam je terug weer bij de docent en werd het nagekeken. De docent die had dan ook een plak in de hand en kon je dan meteen een stevige tik geven bij elke fout. Dat ging er hard aan toe in die tijd. De leerlingen zaten dus verder gewoon op de grond en zelfs op de universiteiten. En je kunt je voorstellen dat dat helemaal geen geschikte situatie is om heel verfijnd schoonschrift te leren. Want daar heb je toch echt wel een goede houding en een mooie tafel voor nodig. Maar desondanks leerden de kinderen in die tijd twee soorten schriften. Even kijken, we hebben hier ook een plaatje van. Het eerste schrift dat ze leerden was deze, de civilité. En alle kinderen werden geacht om dit schrift te kunnen lezen. Dus dat was gewoon om te lezen heel erg belangrijk. En de andere stijl die ze leerden, dat was het schrift wat ze leerden. En dat is dit.
Nou, ik zelf heb er erg veel moeite mee om hier uit te komen, maar dit was hoe ze schreven. In de 16e eeuw kwam er steeds meer vraag naar goed onderwijs, maar er was een probleem, er waren geen gekwalificeerde docenten te vinden. Vanuit de middenklasse en de elite kwam er steeds meer vraag naar particulier onderwijs, want ze vonden het vervelend als hun kinderen in de klas zouden zitten met kinderen uit een lagere stand in hun ogen. Dat vonden ze geen goed plan en ze wilden dus eigenlijk aparte scholen. En ze wilden dat hun kinderen zouden kunnen worden opgeleid tot wetenschappers of mensen met hoge banen of handelaars. Dus je kreeg drie soorten scholen. Je had de Neder-Duitse school, dat was eigenlijk gewoon de Nederlandse school. En daar leerde je alleen maar lezen, schrijven en je kreeg godsdienstles. Dus dat was heel erg basis soort onderwijs. Daarnaast kreeg je Latijnse scholen, daar kreeg je onder andere Latijn en je kreeg een uitgebreider vakkenpakket. Als je dat had afgerond, kon je ook door naar de universiteit. Er ontstond een derde soort school, de Franse school. En die was gericht op de handel. Want Frans was natuurlijk heel erg belangrijk om handel te kunnen drijven met andere landen. En dat was dus ook heel erg belangrijk dat je goed kon schrijven en goed kon converseren. En goed contacten kon opstellen, goed kon rekenen. Maar je moest wel een hoop geld meebrengen, dus dat was echt alleen maar voor de topklasse bestemd. Bij de school wordt vaak gezegd, ja, dat was voor de middenklasse. Maar ik las dat het schoolgeld bedroeg tussen de 250 en 500 gulden. En dat, als je dan weet dat een gemiddelde arbeider 300 gulden per jaar verdiende. En je moest per jaar per kind dat schoolgeld opbrengen. Dan was het dus echt alleen maar voor de meest rijke verwende kindertjes weggelegd om dit mee te maken. Nou, daarnaast was er nog iets anders wat speelde waardoor het schrift heel erg belangrijk werd. Er was een beeldenstorm geweest natuurlijk in 1566. En de afbeeldingen van de Bijbel, die werden ineens verboden. Dus het woord van God kon je niet meer verspreiden met mooie afbeeldingen. En alles wat we nog over hadden, was tekst. Dus die tekst, die wilden ze extra mooi maken. Dat werd heel erg belangrijk. En het werd ook echt extra belangrijk dat iedereen kon lezen. Want je kon het niet meer overbrengen met een soort beeldverhalen. Het kunnen kalligraferen, dat was echt een vorm van status. En vooral als je een schrift uit Italië beheerste, de Italiaanse stijlen, dan was je extra, ja, dan stond je extra hoog in aanzien. Dan kon iedereen zien van, oh, jij bent echt heel goed opgeleid. Het is echt heel speciaal. Even kijken, als het goed is, zit hier ook, ja, dit schilderij, dat is wel leuk. Je kon namelijk aan iemand zijn schrijfhouding herkennen of iemand een, hoe ver iemand opgeleid was. Dus bij dit meisje zie je dat haar hand, eigenlijk zoals de meeste mensen schrijven, die ligt lekker ontspannen op het papier. En ze schrijft gewoon, ja, redelijk ontspannen. En als we dan de afbeelding hierna bekijken, deze man, misschien kun jij het inzoomen op zijn hand. Dan kun je zien dat zijn hand eigenlijk boven het papier zweeft en hij leunt eigenlijk alleen voor de stabiliteit op zijn pink. En deze schrijfhouding, die werd aangeleerd voor echt als je wat verder was. En dit is iets wat je niet zomaar kunt doen. Dit moet je echt opbouwen, je moet je spieren trainen. Dit is echt na verloop van tijd pas dat je dit voor elkaar krijgt om op deze manier te schrijven. En het staat natuurlijk ook heel elegant. Ze vonden het heel erg belangrijk in die tijd dat alles een bepaalde mate van elegantie had. Dus ook bij het schrijven moest het er echt wat mooier uitzien. Maar het had ook echt wel degelijk een doel. Er zijn allerlei schrijfhoudingen die we ook langs zullen zien komen, waar allerlei voordelen of nadelen aan kleven bij het schrift. De mensen uit de hoge klasse die zagen kalligrafie echt als een kunstvorm. En ze hingen ook graag hele mooie kalligrafiewerkstukken in hun huis op. Dat was echt belangrijk. Ze zagen het echt als een hoge kunstvorm ook. Aan het einde van deze roerige eeuw, en dan hebben we een afbeelding van een kaart van Nederland. Hij staat op zijn kant voor ons. In het jaar 1591... gebeurde er iets in het dorpje Barsingerhorn. Hier. Vlakbij waar ik zelf woon op dit moment. En daar was een docent en die heette Dirk Adriaans zoon Valkoog. Misschien heeft iemand van jullie daar al van gehoord. Hij had een eigen Duits-Nederlandse school. En hoewel een eigen school, hij had een ruimte en daar kwamen kinderen in en die gaf die les.
Even kijken, als het goed is zit hierna nog een afbeelding van een dorpsschool. Het zal er ongeveer zo uit hebben gezien, want hij was zelf verbonden aan de kerk. Dus hij had waarschijnlijk een ruimte naast de kerk. Dus ik stel me voor dat het een redelijk mooie ruimte moet zijn geweest voor die tijd. Nou ja, zoals jullie kunnen zien, als je een stal of schuur had en je kon je naam een beetje leuk spellen en schrijven en je kon een beetje leuk zingen, dan werd je al gauw geschikt bevonden om les te geven. Dus je hoefde helemaal niet veel te kunnen. Er stonden zelfs kinderen van 12 jaar voor de klas in die tijd. Zo'n hoog lerarentekort was er in die tijd al. Dus wat dat betreft hebben we nog steeds in Nederland het lerarentekort. Maar niet zo erg als in die tijd. Dit waren overigens de eigen woorden ook van Dirk Valkoog. Letterlijk schreef hij het volgende. Ik merk de lompheid en ontwikkeling. Ja, ik heb het even naar het modern Nederlands vertaald, want dit stond er in oud-Nederlands. Dus dat is eventjes opmerking hierbij. Ik merk de lompheid en de onwetendheid op die dagelijks wordt toegepast door de schoolmeesters in Holland, Friesland en Zeeland. Personen die alleen maar hun naam kunnen schrijven en een beetje een psalm kunnen zingen, worden al tot docent benoemd en denken meteen grote meesters te zijn. Hoewel ze eigenlijk nog niet eens in staat zijn om als klerk te dienen. Ze minachten daarnaast ook nog de docenten die wel ervaring hebben in de kunst van het lesgeven en die zich bovendien inzetten voor de gemeenschap voor een bescheiden loon. Hierdoor maken deze mensen de nobele kunst van het goddelijke ambt van docent waardeloos. De boeren en onwetende dwazen zijn zo verdorven dat zodra ze een goedkope schoolmeester kunnen krijgen, het voor hen al snel goed genoeg is, zelfs als de hele gemeenschap daardoor schade leidt en hun geliefde kinderen voor eeuwig onwetend zullen blijven en nooit zullen lezen en schrijven. Dit aanschouwend heeft het me bedroefd, verontwaardigd en zeer bewogen om iets over mijn vak te schrijven. En om daarmee de onwetende en lompe schoolmeesters te instrueren middels mijn boek. Hierin beschrijf ik wat een docent moet weten en kunnen als ze anderen willen onderwijzen. En ook waarschuw ik de dorpen voor ongekwalificeerde schoolmeesters. Er was dus een ontzettend grote vraag naar docenten. Maar er was meteen aan het begin dus al een leraartekort in Nederland. En ongekwalificeerde mensen werden gewoon uit pure nood benoemd tot leraar. Dirk Valkoog was dus terecht heel erg gefrustreerd hierover en over het niveau van zijn collega-docenten. En ook over het gedrag van kinderen die hij buiten zag. En hij voelde zich daarom genoodzaakt om een boek te schrijven voor andere docenten, waarin hij uitlegde hoe je nou goed moest lesgeven. Het boek wat hij schreef droeg de volgende titel. Een nut en de profijtelijk boeksken, genaamd Den Regel der Duitse Schoolmeesters die Proggiekerken bedienen, nu eerst uitgegeven en gepraktiseerd door Dirk Adriaan, zo'n Valkoog schoolmeester, tot Barsingerhoorn. Nou, een hele mond vol. Het boek met deze super pakkende titel werd toch een heel groot succes. En het is meerdere malen heruitgebracht, herdrukt en het heeft een heel grote invloed gehad op ons schoolsysteem in Nederland. En wat heel leuk is, hij schreef dit hele boek op rijm, omdat hij dacht dat dat zou helpen om het boek leuker te maken en dat mensen daardoor ook beter zouden kunnen onthouden. Het interessante is voor ons dat Valkoog vond schoonschrift heel erg belangrijk. Hij vond het eigenlijk de allerhoogste kunst. En dat blijkt op meerdere manieren uit zijn boek. Naast zijn lesmethodes beschreef hij bijvoorbeeld meer dan 20 recepten om inkt te maken in allerlei kleuren. Hij had 3 verschillende recepten voor gouden inkt en hij had nog meer speciale inkten. Waaronder eentje, die vond ik zelf echt heel bijzonder. Ik las het en dacht, hé? Maar helaas zijn het een beetje dubieuze recepten. Hij schreef bijvoorbeeld een recept om lichtgevende inkt te maken. En ik werd natuurlijk meteen heel erg nieuwsgierig. Helaas werd mijn enthousiasme meteen gesmoord door teleurstelling. Maar ik zal het magische recept voor lichtgevende inkt alsnog met jullie delen. Misschien weten jullie wel een ontbrekend ingrediënt waardoor het toch gaat werken. Om inkt te maken die men bij nacht lezen mag of in het donker. Neem dat kruid genaamd sterrenkruid en laat dat distilleren. En doet dat in een kristallijnen glas. En de al dat gij daarmee schrijft, dat zal lichten in het donker. En bij datzelfde glas zal men zien mogen te studeren. Maar weet het dat men dat kruid zal plukken wanneer de zon in Virgo is.
En dan zal men ook distilleren. Nou, ik verwacht er weinig van. Hij beweert dus dat als je dat glaasje met inkt neerzet, dat je er een boek bij kunt lezen. Nou, dat zou toch wel heel handig zijn. Verder gaat hij in het boek in groot detail in op de kunst van het schoonschrijven. Hij leerde je bijvoorbeeld hoe je een pen sneed, maar ook gewoon hoe je moest leren schrijven. Hij stelde in zijn boek voor, daarnaast, dat is heel belangrijk voor dit verhaal, dat je elke zaterdag een schoonschriftwedstrijd moest organiseren. Elke zaterdag. Bij deze wedstrijd kon je dan een prijs winnen. Zoals een lustige letter of het voorschrift zeer schoon. Oftewel een heel mooi uitgevoerde initiaal die de leraar dan had gemaakt. Of een heel mooi voorbeeldalfabet wat de leraar voor jou had uitgeschreven. Daarnaast propageerde hij dat je als school 4 keer per jaar een extra speciale prijzendag zou organiseren. En op die dag zouden de leerlingen dan naar hun allerbeste kunnen een voorbeeld moeten naschrijven wat de leraar had voorbereid. En als het goed is hebben we ook een afbeelding van een... Oh, dit was nog leuk, het recept. Als u er een foto van wil maken, dan is nu uw kans. maar we kunnen hierna even kijken naar inderdaad een mooie gevelsteen in Enkhuizen op de Weeshuispoort. En daar zien we ook een mooie afbeelding van een klaslokaal uit die tijd. En hier zal ik zo meteen iets over vertellen. De instructies voor de schoonschriftwedstrijden, die beschreef hij ook op rijm. Met daarbij ook de prijzen die de leerlingen zouden kunnen winnen. En ik zal dit even voorlezen aan jullie. En ik zal het daarna nog even in normaal Nederlands samenvatten, heel kort. 4 prijsdagen in het jaar als men om grote prijzen schrijft. Om deze prijzen voor elk eens te verklaren die men zal gebruiken. 4 maal ter jaren. Zo zal de eerste prijs zijn die den meester zal hangen uit in de vasten op den dag van 40 Geertruid. Die dan best schrijft na den meesters advies, een Bredaalse koker zal hij hebben tot zijn prijs. Dander zal wezen in de zomer Sint-Jan. Die dan fraaiste en de netste schrijven kan, zal hebben een schrijfladeken met een pennemes daarin. Elk ziet dapper toe dat hij prijs gewin. Den derde prijs zal weten Sint-Michiel. En die als dan den prijs te winnen geviel, hij zal hebben een fraai psalmboek met sloten. Elk wil zijn gaven en konst ontbloten. Op Sint-Andries zal den grote prijs zijn en den lesten. Die prijs wint een nieuw testament zal hij hebben ten beste. Eer en lof zal hij nog van den meester ontvaan. En den idioot zal schande en oneer begaan. Nu elk scholier toon hem vlietig in het werk. Den meester zal eens ieders hand nemen merk. Een lopende hand moet slecht zijn geschreven. Die wat anders voortbrengen zullen niet hebben bedreven. Dus, wat viel er te winnen? Op 17 maart was de prijs een Bredaalse koker, oftewel een inkthoorn. Op 24 juni was de prijs een schrijfdoosje waar een pennemes in zat. En dat is wel leuk om te zien, want je ziet hier ook dat de leerlingen, die hebben geen tafeltje, maar die moeten hun boekje op hun knie leggen. En dan had je een schrijfdoosje en daardoor kon je net iets hoger komen en dat zat net wat beter. Dus dan kon je op je schrijfdoosje schrijven. En er zat dus een pennemes in, zodat je steeds een nieuwe 4 mooi kon bijpunten. Nou, dan de laatste 2 prijzen. Op 29 december een psalter met sloten. En op 30 november kon je een compleet nieuw testament winnen. Nou, dat is een hele grote prijs. Je kreeg het dan ook, als je een volgend plaatje kunt laten zien. Ja, leuk. Nou, je ziet, er zijn heel veel van dit soort tekstjes gevonden in zogenaamde prijsboeken. Dus als je als kind een boekje won als prijs, dan werd er vaak door je docent iets heel moois ingeschreven om jou te feliciteren. Nou, je ziet, dat is gewoon prachtig. Ik zou helemaal buitenzinnen zijn van enthousiasme als ik zoiets zou winnen. Nou ja, wat Van Oog niet wist, is dat hij hiermee een traditie startte. Er zijn dus talloze van deze prijsschriften uit de opvolgende eeuwen bewaard gebleven. En daardoor weten we dat schrijfwedstrijden, eigenlijk kan ik nu beter zeggen schriftwedstrijden, want bij een schrijfwedstrijd denken we nu aan verhalenwedstrijd. Schriftwedstrijden die zijn dus honderden jaren lang veelvuldig georganiseerd.
deze afbeelding komt uit 1721, dus dat is al een hele tijd later. Dus je kunt zien dat het al heel lang bezig was en hierna ook nog heel lang bezig was. Want de vraag die het allermooiste kon schrijven van de klas, die heeft generaties van schoolkinderen bezig gehouden. Of ze nu schreven met een ganzenveer, of met een vulpen, of met een ballpoint, of misschien nu met een jelly roll. Het blijft mensen fascineren. En ook in de vorige eeuw waren er nog steeds schrijfwedstrijden in Nederland. Bijvoorbeeld de Volkskrant heeft nog een schriftwedstrijd georganiseerd in 1954. Daar deden 10.000 mensen aan mee om te kijken wiens handschrift is nou het allermooiste. En in 1970 heeft ook nog de Stichting ter Verbetering van het Handschrift een wedstrijd georganiseerd voor kinderen. En daar deden 4.000 kinderen aan mee. In onze eigen tijd zien we het eigenlijk vooral nog terug op internet, op sociale media. Dat mensen het gewoon heel erg leuk vinden om te kijken naar mensen die mooi schrijven. En ze vinden het fijn om dat soort filmpjes te bekijken. En natuurlijk wij zelf. We zijn maar een klein groepje. Maar wij hebben ons verenigd omdat wij zo van mooi schrift houden. En we worden daar zo gelukkig van. En we proberen ook eigenlijk allemaal om steeds beter te kunnen schrijven. Zodat we misschien wel een hogere graad kunnen behalen. Of in ieder geval doet het ons heel veel, geeft het ons veel geluk als we merken dat we weer een hoger niveautje hebben bereikt. Ik wil dit deel van mijn verhaal over schoolmeester Valkoog afsluiten met een klein stukje uit een boek. Want hij had ook een heel lang gedicht geschreven over de pen, genaamd een refrein van pennen. En hij sloot dit gedicht af met de volgende 4 regels. Refrein van de pennen. Ik sla het hele gedicht over, het gaat even om de laatste 4 regels. Boven veel konsten moet zij de kroon dragen. O jongens, heb erin een goed behagen. Bemint ze zonder enig verdriet, ten dele de pennen. Wij hem wisten niet. Hij vond het schoonschrift dus de belangrijkste van alle kunsten. En hij wilde heel graag dat de leerlingen er ook vooral heel veel plezier in hadden om mooi te schrijven. Ook wilde hij de leerlingen bewust maken van het feit dat de pen, of eigenlijk het schrift, de mensheid zoveel heeft gebracht. Ik vind het zelf vooral heel erg leuk dat hij dit benoemt met het woord kroon. Over vele kunsten moet zij de kroon dragen. Want dit woord brengt ons dichter bij het volgende deel van dit verhaal. Want misschien is bij jullie al de vraag gerezen nu, als er dan zoveel wedstrijden waren voor kinderen, waren er dan ook wedstrijden voor volwassenen? Nou, er is heel erg weinig bekend over wedstrijden onder schrijfmeesters in de lage landen, maar er zijn wel aanwijzingen, al zijn ze heel sumier. Als jij het volgende plaatje zou kunnen laten zien, ja, misschien dat veel van jullie dit wel kennen. Maar mocht je nu denken, wat is dit? Dit is de kaft van het belangrijkste werk van onze grootste Nederlandse kalligraaf, Jan van de Velde. Ik zal straks iets meer over hem vertellen. Ik zal hem nu alleen even kort introduceren. En ondertussen kunnen jullie alvast genieten van een mooie omslag. Misschien kun je hem ook ietsjes inzoomen, dat we hem net iets beter kunnen bekijken. Nog iets dichterbij. Om je een idee te geven hoe mensen over hem praten en hoe belangrijk hij was, heb ik ook een quote gevonden van Paul de Keizer. Die heeft in het blad De Gulden Passer in 1943 een stuk gewijd aan deze fantastische kalligraaf. En hij schreef het volgende. Hij was een meester boven meesters in de loffelijke schrijfkunsten van zijn land en van zijn tijd. Moest er een geschiedenis van de Nederlandse kalligrafie bestaan, dan zou zijn naam als kunstenaar en als theoreticus er voor de 17e eeuw met gouden letters prijken. Maar waarom wordt hij nou zo geroemd? Daar zijn meerdere redenen voor. Hij is dus vooral bekend van zijn exemplaarboek wat we hier zien, Spiegel der Schrijfkunsten. En exemplaarboeken waren voorbeeldboeken en daar kon je dan voorbeelden in zien van wat je dan kon maken met schoonschrift. En dat kon je dan ook proberen na te schrijven zelf. Om te oefenen en je kon erdoor geïnspireerd raken en mensen vonden het gewoon heel erg mooi om te zien. Het was daarnaast ook een soort reclame, want de meeste van deze schrijfmeesters waren niet kalligraaf van beroep, maar meestal hadden ze een eigen school waar ze les gaven in schrift. En als ze dan zo'n mooi boek uitbrachten, dan werd hun naam bekend en dan konden mensen zien van oh, dat is vast een hele goede school voor mijn kinderen en daar wil ik mijn kinderen naar school doen. Dus het was eigenlijk een soort folder voor de school ook. Dus ze hoopten daarmee heel veel leerlingen te trekken.
Zijn boek Spiegel der Schrijfkunst bestaat uit 3 delen. En ja, of het nou het allermooiste en het allerbeste calligrafische werk is wat er in Nederland is uitgebracht, dat is een kwestie van smaak altijd. Maar wat wel een feit is, is dat het het belangrijkste werk is wat in Nederland is uitgebracht. En Van der Velde zelf noemde trouwens geen exemplaarboek, maar een materieboek. En het verschil zit er dan in dat een materieboek geeft uitleg. Dus een exemplaarboek, die je in die tijd eigenlijk alleen maar had, gaf voorbeelden van dit kun je ermee als je het goed kunt. Maar een materieboek gaat uitleggen hoe je dat eigenlijk ook kunt leren. Dus hij zei niet, dit is geen exemplaarboek, dit is een materieboek. En er stond iets in, inhoudelijk iets, wat in geen enkel ander exemplaarboek is gedaan. Hij ging namelijk een uitgebreide verhandeling schrijven over alle schriftsoorten die er destijds werden gebruikt. Hij onderscheidde het groot bastaardschrift, het rond bastaardschrift, de vierkante letter groot en klein, de gemene lopende letter, de gewijzigde ronde letter, het lopend bastaardschrift, de natuurlijke Franse letter, de vooroverhellende letter, de achterovervallende letter, het rondschrift, de vierkante Franse letter, het Nederlands bastaardschrift, het Nederlands rondschrift, het vooroverhellend rondschrift, de Nederlandse lopende letter, het Engelse schrift, de Romeinse letters, Italiaans rond, kanselarijschrift, cursief Italiaans schrift. En dat was nog onderverdeeld in 10 onderscheidende soorten. De Spaanse letters, het factuurschrift, stel voor en achterovervallend, gemeen en versierd. En dit waren alle schriften die je moest beheersen als je schrijfmeester wilde worden. Om de lamp nog maar even iets hoger te leggen voor ons. Ook is dit boek het enige boek wat is verschenen in meerdere talen. En dat waren in die tijd dan Frans en Latijn. Een andere reden dat Van der Velde heel veel faam verkreeg, vinden we terug op het voorblad van zijn Spiegel der Schrijfkunsten. En jullie hebben daar nu een tijdje naar kunnen kijken, dus jullie hebben het goed in je op kunnen nemen. En ik ben benieuwd of jullie weten waar ik op doel. Is jullie iets opgevallen? Of zal ik het verklappen? misschien kan jij even inzoomen. Dan kunnen we het goed zien. Ja, wij zien hier in de sierland van het voorbeeld een afbeelding van 2 pennen die gekruist door een kroon staan. Op deze afbeelding zien we de tekst Vive la plume. Als je goed kijkt, kun je het lezen. En dat was in die tijd echt een soort van onderkalligraaf onderling, een soort van aanmoedigingskreet als we elkaar tegenkwamen of elkaar schreven Vive la plume, leve de pen. Dus dat zie je heel veel terug op heel veel prenten en in brieven, overal. Toen ik dit voor het eerst zag, toen dacht ik gewoon, nou, hele mooie, leuke illustratie, leuk gedaan, leuk bedacht. Maar dit is niet zomaar een afbeelding. Dit was namelijk een ereteken. De gekroonde pennen die je hier ziet, die stonden symbool voor de winnaars van de meest prestigieuze prijs die je in die tijd kon winnen. De Prix de la Plume Couronnée. En die vond plaats in Rotterdam. Oftewel, de prijs van de gekroonde pen. En ik wil jullie heel graag iets meer vertellen over deze hele bijzondere prijs die toen werd uitgereikt. De prijs is in het Nederlands ook de prijs van de loffelijke vederstrijd genoemd. En dat vond ik zo mooi om te lezen. De prijs van de loffelijke vederstrijd. Dus je gaat strijden met je veders. Nou, dat vond ik zo gaaf. Toen dacht ik, ik wil hier meer van weten. Het gekke is dat ondanks dat dit de meest prestigieuze wedstrijd is geweest in schoonschrift in die periode, dat er toch heel weinig van over is gebleven en heel weinig over bekend is. Maar dankzij heel veel verwijzingen die er zijn, weten we wel zeker dat deze wedstrijd heeft plaatsgevonden. En we weten ook dat hij meerdere malen heeft plaatsgevonden. We weten ook data en we weten ook namen van prijswinnaars en ook wat een prijs was. Jammer genoeg zijn er geen voorbeelden meer van het werk wat is ingediend, waarmee de mensen gewonnen hebben, dat we echt heel graag willen zien. Er is ook niet met zekerheid vastgesteld hoe vaak de wedstrijd heeft plaatsgevonden. Maar er zijn wel namen bekend van juryleden, dus dat is ook leuk. En we weten dat ze een eerste, een tweede en een derde prijs
gaven. Dus het was niet een oeuvreprijs of zo die je toekent aan één iemand, maar het was echt een beoordeling en ze vonden dan, nou, die is het beste, die daarna en die daarna. Nou, ook onze grootste calligraaf uit onze Nederlandse geschiedenis, onze Jan van der Velde, die won deze wedstrijd. Maar, er is een maar. Hij kreeg niet de eerste prijs. Hij kreeg zelfs niet de tweede prijs. Hij kreeg de derde prijs. Nou, ik dacht, hoe kan dat nou? Onze Jan, dat kan toch niet? Die moet toch de eerste prijs hebben gehad? Nou, misschien wordt het duidelijk als je er iets meer over weet. En dan laat ik het volgende plaatje zien. Dit is niet wat hij heeft ingeleverd voor de wedstrijd. Maar dit is wel werk wat hij maakte eigenlijk een paar jaar voor de wedstrijd. Hij was namelijk pas 22 jaar toen hij meedeed aan de wedstrijd. En dat zal de reden zijn dat hij nog niet de beste was. Want je ziet hier dat hij nog best wel een zware hand heeft. Hij was 16 of 17 toen hij dit schreef. En ik heb nog een paar van die voorbeelden. Ik vind het alsnog uitzonderlijk goed voor een jongen van 17 of 16 misschien zelfs. En ik vind het ook heel ontroerend dat hij er zoveel plezier in had om hele illustraties te maken in krulversieringen. En ja, ik vind het er toch heel mooi uitzien. Maar ja, je ziet wel, het is niet zo verfijnd als zijn latere werk. Maar ja, dat is ook logisch. Hij moest nog heel veel leren. We zijn allemaal op een pad waar je, als je oefent, als het goed is, steeds een stapje verder komt. Zelfs onze grootste schrijfgod van het land. nou, dus ik was benieuwd, maar als hij dan niet eerste werd, wie kregen dan in 1590, toen het plaatsvond in Rotterdam, wie kregen dan de eerste en de tweede prijs? Nou, de eerste prijs werd toegekend aan Felix van Sandbix. Het is ook via zijn Wikipedia-pagina dat ik op deze wedstrijd ben gekomen. Daar zag ik in een quote onderaan bij de bronnen staan, prijs der loffelijke vederstrijd. En de tweede prijs werd uitgereikt aan Salomon Hendricks. We weten ook namen van winnaars uit andere jaren. Dat waren onder andere Maria Strik, misschien dat mensen van jullie haar kennen. Joris of George de Carpentier. En Lieven van Coppenol of Lieven Coppenol. Nou ja, hoe weten we dit nou? Er zijn, zoals ik al vertelde, geen officiële documenten bewaard gebleven. Er zijn geen oorkondes bewaard gebleven. Maar dat er wedstrijden werden georganiseerd voor schrijfmeesters, dat weten we dus dankzij heel veel verwijzingen naar wedstrijden en ook naar de winnaars van wedstrijden en juryleden die we kunnen terugvinden in brieven, in boeken en zelfs in gedichten. En ook doordat de prijswinnaars van de Prix de la Plume Couronnée, de belangrijkste wedstrijd waar we het nu over hebben, dat ook met trots vertelden in hun boeken. En twee van de verwijzingen naar deze loffelijke vederstrijd van Rotterdam vind ik extra bijzonder. En dan wil ik graag het volgende. Ja, dit is Joost van de Vondel, bij u allen wel bekend. En hij heeft twee keer in een gedicht verwezen naar deze wedstrijd. Zijn eerste verwijzing, die vinden we in zijn boek Poëzie, volume 2, in 1647. Ik zal het even voordragen. Het is een fragment uit het gedicht. Dat uw zanggodin mij stelde bij den Fenix van de Velde. Dat uw welgestelde lier mij geleek bij Carpentier, de andere winnaar. Schrijvers die voor niemand wijken, niemand vrezen en gaan strijken met de kronen van de pen. Nu moet je weten dat er ook bekend is geworden dat er in 1620 ook een editie is geweest van de Prix de la Plume Couronnée. En het aparte is dat in dit gedicht Joost van de Vondel eigenlijk verwijst naar zowel de editie uit 1590 als uit 1620. Vergeet niet hoor. dus het is heel gek dat hij eigenlijk twee prijswinnaars in één gedicht noemt waar 30 jaar tussen zit. Ja, maar dat geeft wel aan hoeveel impact deze prijs moet hebben gehad in de maatschappij. En de tweede verwijzing die hij heeft, komt uit een ander gedicht van hem, dat heet Op de Vijf Zinnen. Dat gedicht schreef hij in of rond het jaar 1658. En hij droeg dit gedicht op aan Lieve van Coppenol. En van hem wordt aangenomen, het is alleen niet helemaal zeker, maar wordt aangenomen dat hij een latere editie van deze wedstrijd heeft gewonnen. Hij schreef, ter liefde van meester Lieve Coppenol, der Fenix der Vedervechteren. En daarna, als Coppenol wil triomferen, dan zweeft hij op zijn ganzenveren.
Prachtig toch? Als het goed is, heb je hierna ook nog een leuke afbeelding van de gekomen pennen. Ja, het is weer van wat anders. Het houden van schrijfwedstrijden en het wedijveren wie de beste schrijfmeester was, was iets wat in heel Europa een serieuze zaak werd. En nu is er eigenlijk iets heel erg ontroerends, vind ik zelf, iets heel moois naar voren gekomen over hoe wij in Nederland waren ten opzichte van het buitenland. Er was namelijk eigenlijk over het algemeen een hele grote afgunst onder concurrenten. Dus er is bekend dat bijvoorbeeld in Italië had je Cresci, Palatino en Scalzini. En die deden heel erg hun best om elkaar zwart te maken. En er was gewoon heel veel rivaliteit. Er is ook een verhaal bekend uit Engeland dat er twee kalligrafen tegen elkaar gingen strijden op een plein. En er kwam allemaal publiek bij kijken. Wie was het beste? De ene was de twintiger Daniel Johnson. En die ging strijden tegen de 48-jarige Peter Bales. Ze streden om een gouden pen. Het publiek dacht, nou, die jongen zal wel winnen, want die heeft een vaste hand, scherpe ogen. Dat gaat hem even een makkie worden. Maar nee, de oudere Peter Bales won de wedstrijd. En deze was zo trots dat hij de naam van zijn winkel meteen heeft veranderd. Hij had dus blijkbaar een winkel en hij heeft meteen de gevel veranderd in The Hand and the Golden Pen. Daniel Johnson was woest. Hij kon zijn verlies niet accepteren en hij begon kwaad te spreken over Peter. Peter op zijn beurt dacht, ik zal je hebben. En hij beantwoordde al deze leugens door een compleet manuscript te schrijven, wat nu nog wordt bewaard in de British Library. En dat heeft de titel The Original Cause. Je zou misschien verwachten dat de schrijfmeesters in Nederland dus niet anders waren. Concurrenten die elkaar de loef af wilden steken en elkaar het succes misgunden. Maar het maakte me heel erg gelukkig om het volgende te lezen. In de Nederlandse kalligrafiewereld was er helemaal geen gevoel van concurrentie. Het was juist een hele hechte groep die elkaar hielp. Ze verwezen zelfs naar elkaar in elkaars exemplaarboeken. En ze spraken daarin vol lof over elkaar in zo mooi mogelijk schrift. Ze lieten elkaar zelfs in elkaars exemplaarboeken publiceren om te laten zien of om elkaar eer te geven. Eigenlijk was de sfeer toen dus een beetje voor mijn gevoel te vergelijken met de sfeer die we nu kennen op Instagram, waarbij we elkaar eigenlijk steeds toejuichen en lief voor elkaar zijn, elkaar leuke links sturen, op de hoogte houden van leuke workshops, mooie inspirerende afbeeldingen sturen, ook elkaars werk delen om te laten zien aan andere mensen, oh moet je kijken wat mijn vriendin heeft gemaakt, wat mooi! Dus eigenlijk vond ik dat heel ontroerend om te zien. Maar er was nog een belangrijke reden dat ze zo hecht waren. En dat kwam, de meeste van hen stonden bekend als Franse schoolmeesters. En dat kwam omdat er was een hele grote groep mensen, die was uit vooral Antwerpen gevlucht naar Nederland in die tijd. En die zijn hier allemaal een Franse school begonnen en schrijfmeester geworden. Ze hadden dus een gemeenschappelijke achtergrond. Ze hadden hetzelfde meegemaakt, wat best wel traumatisch moet zijn geweest. En ze moesten op dezelfde manier vluchten naar Nederland in dezelfde periode. Dus ze hadden steun aan elkaar. En ze voelden een soort broederschap. En ze hadden zo goed contact met elkaar. Soms waren ze ook familie van elkaar, ofwel via een bloedband, of ze trouwden met elkaar. Dus er was hier helemaal niet zo'n sfeer van rivaliteit, waarin zij via wedstrijden zouden willen bewijzen dat zij beter waren dan de ander. Dus dat zal ook een van de redenen zijn geweest dat die wedstrijd die in 1590 plaats heeft gevonden in Rotterdam zoveel impact heeft gehad en ook dat Felix van Sambeek, die hem toen won, er zoveel faam aan heeft te danken. Nou, het symbool van de wedstrijd, wat jullie net ook zagen op het voorblad en wat jullie ook al een tijdje hier in beeld zien, dat werd een favoriet symbool in de kalligrafiekunst. En het is eeuwenlang door mensen als teken gebruikt in manuscripten, zowel door professionele schrijvers als door amateurs. Want het was opeens, je kon dat op je boek zetten en dan leek je opeens een hele pief. En dat was natuurlijk een hele andere tijd, je kon verder niet controleren hoe of wat, geen idee. Dus zet er maar een kroontje op, dan hoor ik er ook bij. En het is gewoon een mooi plaatje natuurlijk, heel elegant. Nou, de exacte locatie waar de eerste wedstrijd heeft plaatsgevonden is onbekend.
We hebben wel een bon, Bouguet, die noemt de Académie d'Écriture in Rotterdam. En we denken dat hij daar misschien een school mee bedoeld heeft van Aart van Meldert. En dat was ook een schrijfmeester die gevlucht was uit Antwerpen en die had een eigen Franse school opgericht in Rotterdam. Nou, was iedereen nou altijd zo aardig naar elkaar, vroeg ik me af. Nou, dat bleek. Nee, niet iedereen was altijd zo aardig naar elkaar. Jammer genoeg. Het lijkt erop dat de vriendelijke sfeer er vooral was tussen de grote schrijfmeesters, met het hoogste schrijfniveau ook, en de mindere goden, de gemiddelde docent. Dat kon ik lezen in het boek De geschiedenis van het schrijven en het schrijfonderwijs van P.H. van Gestel, een boek uit 1904. Daar las ik in dat ze toch wel daar een andere moraal hebben gehad. Het kwam namelijk veel voor dat ze als reclame voor hun eigen schrijfkunst en voor hun school de voorbeeldschoonschriften gebruikten van hun concurrenten. Het was zo erg gesteld met het stelen van andermans schoonschrift dat de overheid zich genoodzaakt heeft gevoeld om een verbod in te voeren. En dit luidde als volgt. Niemand en zal mogen enige kaarten of de monster uithangen dan met zijn eigen hand gemaakt en de geschreven. En de van die dingen die hem zijn toegelaten om te leren. En de daartoe hij bekwaam is. En de dat niemand te bedriegen. En de alle abusen te verhoeden op straffen van 12 guldens. Dat was een heel grote boete. Maar ook tussen de meeste kalligrafen bleek er soms toch ook een klein barstje te zitten. Ook al werd dat dan omhuld met een dun laagje etiketten en geveinsde verontschuldiging. Ik heb hier namelijk een brief. Ja, prachtig geschreven brief. Deze brief werd ontdekt door de Universiteit van Amsterdam tussen een verzameling van kalligrafiewerken. En dit is een brief van schoolhouder en schrijfmeester Joris de Carpentier. Hij werd overal Georges genoemd, maar dat was in die tijd heel modieus. Hij heette eigenlijk Joris. En uit deze brief is meer naar voren gekomen over de wedstrijd. En ook dat er in elk geval een tweede editie is gehouden, weten dankzij deze brief. En ook dat hij in Den Haag heeft plaatsgevonden, waarschijnlijk in augustus 1620. En dat was 30 jaar na de eerste editie. Deze brief is gericht aan de heer Baats, heel sierlijk geschreven bovenin. Hij is geschreven in Hoorn en de datum vertelt ons dat hij is geschreven op 20 augustus 1620. Ondanks dat Joris aangeeft in de brief dat hij met haaste heeft geschreven, nou, ik vind het er toch schitterend uitzien. Het is geschreven in een lopende rechte letter in bruine inkt. En in de brief kunnen we het volgende lezen. Het is dus oud-Hollands, dus ik heb er even een uitleg hiervan gemaakt. De carpentier heeft zijn ergernis geuit over het feit dat hij moest wachten op een brief van Baats, die was gedateerd op 14 augustus, waarin hij vernam dat hij de eerste prijs had gewonnen in de loffelijke vederstrijd. Dus deze man heeft dat jaar de eerste prijs gewonnen. Maar de reden dat hij schrijft, dat is omdat hij verbolgen is over het feit dat de tweede prijs werd toegekend aan Maria Strik. Maria Strik had de tweede prijs gekregen, want zij was beter in de Italiaanse schriften, die in die tijd heel erg belangrijk waren. De carpentier geeft verder aan dat er verschillende kenders der pennen waren, die er ook erg verwonderd over zijn. Hoewel hij Maria haar prijs niet misgunt, is hij het niet eens met de wijze waarop de prijzen toegekend zijn. Hij had liever gezien dat de deelnemers op dezelfde manier beoordeeld waren als in 1589, toen Felix van Sandwijk de eerste prijs won, Salomon Hendricks de tweede prijs kreeg en zijn eigen schoonvader, Jan van de Velde, de derde prijs. Destijds werden de kandidaten niet beoordeeld op hun vaardigheid op één schrift, maar op hun totale kalligrafische vakmanschap. En dat vond hij niet eerlijk. De carpentier zegt vervolgens dat onberoemelijk gesproken, en dat betekent hij wilde niet opschepperig overkomen, hij vindt dat het merk van Maria Strik niet kan tippen aan zijn merk. Hij vraagt vervolgens aan Baats om haar mede te delen dat hij bereid is om een 1-op-1 vederstrijd met haar te houden.
Waarbij, let op, de prijs bestaat uit 300 florijnen. Nou, dat is dus een jaarsalaris van de gemiddelde arbeider in die tijd. Heel heftig. Om te wedijveren in alle schriften die zij maar wilden laten zien. Zo van, kom op, laat me zien of je nog wat anders kan dan dat Italiaans van jou. Vervolgens zegt hij nogmaals dat hij Maria Strik haar prijs echt niet misgunt. Maar in zijn ogen is zij wel over de streep gegaan, want zij heeft het lopen opscheppen, dat zij het Italiaanse opschrift beter beheerst dan hij. De carpentier sluit deze brief af met de vraag of Paats wil laten weten of hij de gouden pen die hij heeft gewonnen zelf even moet komen ophalen in Den Haag. Of dat hij iemand anders mag sturen, want hij heeft het erg druk op dit moment. Hij heeft meer dan 70 leerlingen en hij kan die echt niet een dagje alleen laten. Nou, deze brief is op heel veel punten interessant voor ons. Ten eerste vind ik het zelf heel erg opvallend dat hij schrijft dat de brief in haast is geschreven, terwijl hij zo mooi is. En dat hij niet wil opscheppen, maar de brief laat heel duidelijk gezien, en voor mijn gevoel ook met een soort vervalste nonchalance, dat hij heel veel schriftstijlen beheerst. En dat hij ook heel erg de tijd heeft genomen om de brief een hele mooie opmaak te geven. Het viel me bijvoorbeeld op dat de naam van Maria Strik, die knalt er heel erg uit. Ik hoop dat jullie dat goed kunnen zien, maar dat is dus een ander schrift. Om haar even extra bij te zetten, alsof je dus het in dik gedrukte letters zet, maar dan advanced, zeg maar. Hoe langer je ook naar deze brief kijkt, hoe meer je opvalt. Want haar naam wordt telkens, als ze genoemd wordt, in dit schrift geschreven. Dat zal ik even kijken. Bijvoorbeeld, hier staat Sauron Hendricks. Hij staat hier, dus dat is een Italiaanse stijl. Even kijken wat we nog meer kunnen. Het is echt een heel leuk zoekplaatje, deze brief, waar je heel veel in kunt vinden. Oh ja, Van de Velden zien we hier staan, ook in een heel elegante, mooie Italiaanse handschrift. En Felix van Sambeek zien we hier terug. Even kijken waar staat hij. Ik ben nu even kwijt. Oh ja, hier Felix van Sambeek, ook een ander schrift. Italiaans staat er ook. Ik zat hier, ik zat er nog niet. Waar staat hij? Ik zie hem in het midden. Oh ja, hier. Dus jullie zien, dit is niet met haast even een kattenbelletje. Nee, hier is echt over nagedacht. Hij wilde echt laten zien van, ik ben niet zomaar iemand, ik beheers dat ook allemaal heel goed. Dus dat vond ik wel heel erg leuk om te zien. Inhoudelijk krijgen we daarnaast ook heel erg veel informatie over deze brief, door deze brief. Hij lijkt een fout te maken in de datum, want hij heeft het over 1589 en wij hebben het steeds over 1590. Maar de Gregoriaanse kalender was in 1582 in gebruik gesteld. En de oude Juliaanse kalender die werd in die tijd nog steeds door heel veel mensen gebruikt. En dat betekent dat de datum waarop de eerste wedstrijd heeft plaatsgevonden, was voor hem kerstavond. En dat is dus 24 december 1589. En die datum past natuurlijk veel mooier bij een superbelangrijk evenement voor de pennenkunst, de tiende muze, dan een onbeduidende 3 januari. Dus dat is ook wel heel leuk om te weten. Ook was het voor het ontdekken van deze brief helemaal niet bekend dat Joris de Carpentier en Jan van der Velde familie van elkaar waren. In de archieven in Hoorn, Haarlem en Noord-Holland is hier helaas helemaal geen informatie over te vinden. Maar het staat wel vast dat ze elkaar kenden rond 1600 al, omdat de Carpentier een lofrede heeft bijgedragen aan het tweede deel van de Spiegel der Schrijfkunsten. Daarnaast kunnen we in deze brief de precieze uitkomst lezen van de winnaars van de eerste editie. En die komt exact overeen met wat Maria Strik later in haar boek Toneel der Loffelijke Schrijfpen heeft gepubliceerd. En we weten nu dus ook wat de prijs inhield. Want naast de eer ontving de winnaar dus een gouden pluim, een gouden pen. Dus wat er op dit moment bekend is, zijn de volgende mensen de winnaars geweest van de diverse edities. Van dus de editie 1590, Felix van Sambeek's eerste prijs, tweede prijs Salomon Hendricks en derde prijs Jan van der Velde. 1605 is er vermoedelijk een wedstrijd geweest waar ze niet bekend zijn, is bekend wie de eerste prijs heeft behaald, maar er wordt Cornelis Dirk Wassens genoemd. En in 1620 is er sowieso dus een wedstrijd geweest.
En daar was Joris de Garmentier eerste en Maria Strik tweede. En we weten niet wie er verder nog een prijs heeft gewonnen in dat jaar. Daarnaast zijn er wel vermoedens dat Lieven Koppenol en Samuel Zwaaf ook een prijs hebben gewonnen in deze wedstrijd. Maar daar is dus geen bewijs van. Nou, van alle prijswinnaars wil ik graag nog een paar mensen heel kort uitlichten, want jullie zijn vast wel benieuwd naar hun werk. Jammer genoeg hebben we dus niet het werk wat ze hebben ingediend om te winnen. Super jammer. Als eerste kan ik jullie wel een portret laten zien van degene die als allereerste de eerste prijs won. Dat is Felix van Sandwix, die zien we hier. Prachtige illustratie. Ik vond het ook heel erg leuk om te zien, want het valt me op dat zijn pen een hele mooie... Ik dacht, wat is dit? Daar weet misschien net jullie iemand dat die mij dat kan vertellen. Ik ken dit niet. Ik zag mensen alleen met veren schrijven, maar misschien hadden ze ook wel echt houdertjes waar ze hun ganzenveer instaken. Een mooie houten versierd iets. En ook zijn, de manier waarop hij zijn pen vasthoudt viel me heel erg op. Ik heb het even geprobeerd. Wat je dan krijgt is, als je hem zo vasthoudt, dan verlies je eigenlijk je vingerbeweging. Dus daardoor heb je alleen je pols en je armbeweging en krijg je dus hele strakke lijnen. Dus dat is op zich wel interessant. Ik ga het proberen, dacht ik. Laat zien van dit. Ja! Dus, Felix van Sandwix werd geboren in Antwerpen in 1553. En hij was niet alleen een schrijfmeester, hij was ook een schoolmeester, een boekhoudkundige, een illustrator, een dichter en hij sprak Latijn. Op zijn 18e al is hij toegetreden tot het onderwijsgilde. Hij gaf daar les in rekenen en Frans. Wat misschien ook nog leuk is om te vermelden, is deze tekst die boven zijn portret is te lezen. Helemaal bovenaan zie je staan, Nil pena sed usus. Ja, dat gaat goed. Nil pena sed usus. Geen inspanning. Nee, geen pen, maar ja, inderdaad. Geen pen, maar gebruik. Nou ja, dat is wel erg kort, dus ik zal jullie even kort uitleggen wat ze hiermee bedoelen. Ze wilden zeggen dat het er niet om gaat welke pen je gebruikt, maar om hoe je de pen gebruikt. En daar moest ik wel om lachen, want deze tekst komt op heel veel boekjes terug. Misschien is het voor jullie ook heel herkenbaar dat als je iets schrijft en iemand ziet dat je heel mooi schrijft, dan zegt ze, oh, welke pen is dat? En waar koop je die? Ja. Ze denken dus blijkbaar dat als je die pen ook hebt, dat jij dat dan ook kunt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En ik dacht altijd dat het in die tijd wel mee zou vallen daarmee, dat die mensen daar geen last van zouden hebben, omdat je toen gewoon een ganzenveer had. Dus ja. Ganzenveer is een ganzenveer, maar ook al in die tijd was er dus steeds meer van, oh, als ik jouw pen mag, dan kan ik het vast ook. Nou ja, dan wil ik graag iets meer vertellen over hoe Felix uit Antwerpen in Nederland terecht kwam. Heel kort, we hebben een afbeelding van Antwerpen uit die periode. Prachtig. Antwerpen was in die tijd de belangrijkste handelsstad van West-Europa en dat kwam door de haven. Er woonden daardoor ook heel veel handelaars en voor de handel was het dus heel erg belangrijk dat je goed kon schrijven, goed kon rekenen en je talen sprak. In Antwerpen waren er al in die tijd, waar wij dus nog heel erg op zoek waren van zijn er mensen die een school kunnen starten, in die tijd had Antwerpen alleen al tussen de 150 en 200 scholen. Dus dat is een heel groot verschil met hoe wij op dat moment zaten op het platteland. En aan al deze scholen werkten dus heel veel docenten en ook schrijfdocenten. Dit is Philips II. In 1556, toen Felix pas 3 jaar oud was, toen besteeg deze man de troon. Hij had een hekel aan protestanten. Hij wilde meer en meer controle uitoefenen en hij voerde een schrikbewind ten aanzien van protestanten. Ook moesten alle mensen steeds meer belasting betalen. Het heeft tot een enorme opstand geleid in de 17 gewesten van de Nederlanden. En Antwerpen die heeft toen de kant gekozen van de opstandelingen. Antwerpen werd hiermee een heel belangrijk bolwerk waar heel veel protestanten hun toevlucht zochten. Toen Antwerpen in 1585 werd heroverd door Philips II, vluchtte de protestantse bevolking in grote getalen naar de noordelijke provincies. Anderen vertrokken later om financiële redenen, want
onder de stroom vluchtelingen bevonden zich ook een heel groot deel van hun klantenkring. Dus ze gingen eigenlijk hun inkomsten achterna van die mensen die weggingen. Uiteindelijk voor het beleg woonden er 100.000 mensen in Antwerpen en na het beleg had de stad nog maar 40.000 inwoners. De Nederlanders die sloten de toegang tot de haven van Antwerpen af, want dat komt natuurlijk omdat die toegang ligt in ons land. En toen beseften ze, om te kunnen zorgen dat wij dan een economisch krachtige, belangrijke macht zouden worden, dat wij heel veel behoefte hadden aan handelsmensen. En toevallig kwam een hele grote groep docenten opeens in ons land, voornamelijk uit Antwerpen. Dat waren ongeveer 400 leerkrachten die wij hier kregen. Onder hen waren dus een groot aantal namen die we dus nu kennen als Nederlandse schrijfmeesters. Waaronder Felix van Sandix, die we net zagen, en die dus de prijs gewonnen heeft. En ook de jonge Jan van der Velde zat hier tussen. Dus eigenlijk zijn onze grote trotsen van de Nederlandse calligrafie allemaal uit Vlaanderen. ik vertel jullie ook dit om extra te illustreren hoe het dus kwam, dat die groep die hier was, die schrijfmeesters, dat ze zo hecht waren. Want ze hadden zoveel meegemaakt en zoveel ellende gehad en eenzelfde verleden. Maar wat ik even wil laten zien van Van Sandix is zijn werk. Dit was eventjes een tussendingetje. Dit is nou het werk van Felix van Sandix. Even kijken. Ja, oh ja, hier, het valt hier misschien niet zo op, maar misschien als we inzoomen dat je het kunt zien. Ik vond het wel heel grappig. Ja. Ja, je kunt het heel moeilijk doen, maar je kunt ook een experiment doen, maar ik vind het wel leuk. Het is heel veel werk geweest, denk ik. Het duurt wel heel lang voordat je je brief geschreven hebt zo. En dat ging waarschijnlijk al niet zo snel in die tijd. Maar dat vond ik toch wel heel erg leuk om te laten zien dat hij echt probeerde om te experimenteren en speciale effecten te maken. Ik heb hierna ook nog een andere leuke afbeelding die jullie wel gaaf zullen vinden, denk ik. Deze. Hij hield er heel erg van om initialen te maken, deze, dat was echt zijn stijl en dat werd later ook heel erg nagedaan door andere mensen, waaronder ook Jan van der Velde, die ging het heel erg proberen om na te maken. Op eerste gezicht denk ik, ja, hartstikke leuk, mooi gedaan, goed gedaan, maar je kunt inzoomen, even kijken, dat is, ja, waar zit het, ik kan het niet zien, hopelijk krijgen we het in beeld. We gaan zoeken. Ja, hier. Dit is microscopisch klein geschreven. De datum. Dus om maar even aan te geven, hij was echt een meester. Dit is zo ontzettend klein. Je kunt je voorstellen. En dit is dus nog een heel groot ding, want het boekje is echt maar zo klein als mijn iPad. Dus dat geeft wel wat aan. Dan gaan we nu gauw door naar de tweede die ik wil behandelen. Dat is Jan van der Velde. Want we hebben natuurlijk niet zoveel tijd, anders staan we hier morgen op. Jan van der Velde dus, die kreeg de derde prijs, maar hij is onze grootste trots. Dus ik moet hem zeker even de revue laten passeren. Hij werd geboren in Antwerpen in 1568. Dus dat betekent dat het boek wat schoolmeester Valkoog uitbracht, waar we het in het begin over hebben gehad, dat werd gepubliceerd toen Jan van der Velde 23 jaar was. En Jan was wel leuk om te weten, hij heette eigenlijk Johannes. En zijn vrienden en familie noemden hem Hans. Dus zij kenden hem allemaal als Hans van der Velde. En wij hebben het altijd over Jan van der Velde. Maar eigenlijk, als hij in die tijd leefde, was het Hans. Toen het beleg in Antwerpen plaatsvond, was Jan pas 17 jaar oud. En we weten dat hij toen hij naar Delft kwam, ongeveer 20 jaar oud was. Daar ging hij werken aan de school en die werd geleid door schoolmeester Beck. En dat moet je maar even onthouden, schoolmeester Beck, Caspar Beck. 4 jaar daarna trouwde hij met Maaike van Bracht en zij kwam uit een belangrijke boekdrukkersfamilie. In datzelfde jaar dat ze trouwden, werd hij benoemd tot schrijfmeester aan de Latijnse school in Rotterdam. En hij begon zelf ook een eigen Franse school aan huis. Dus hij had een druk jaar. je ziet trouwens op zijn portret een tekst staan, hier om hem heen. La voix se perd, l'écriture demeure.
Letterlijk vertaald staat hier: de stem gaat verloren, het schrift blijft. En deze zin benadrukt dus het idee dat woorden, gesproken woorden zijn vergankelijk en die worden vergeten. En als je overlijdt, kun je ook niks meer vertellen. Maar het geschreven woord blijft bestaan. Dus wie schrijft, die blijft. En dit was zijn favoriete tekst. Dus dat vond ik ook wel leuk om te lezen. Daarom heeft hij dat ook wel rond zijn portret. En het komt ook vaker terug in zijn werk. Bijvoorbeeld in het kafje van zijn spiegel, wat we al hebben gezien. Hier onderin heeft hij een verwijzing staan naar zijn lievelingsquote. Als ik hier inzoomen. En dat is het vingertje dat wijst naar het oor met de pen. Dus het gaat steeds meer leven als je de verhalen eromheen leest. Dan gaat zo'n afbeelding die gewoon eerst een leuk plaatje lijkt, blijkt allemaal leuke achtergronden te hebben. Als we dit beroemde werk nou openslaan, dan zie je bijvoorbeeld dat hij hier een lofpagina heeft geschreven voor Felix van Sandix. Très expert écrivain Felix van Sandix, maître de la plume couronnée. Hier verwijst hij dus ook weer van, hij heeft de eerste prijs behaald in de Prix de la plume couronnée. Heel erg belangrijk in die tijd. Dus dat is ook heel erg leuk om te zien dat hij opent met iemand anders zeggen van, ja, dat is mijn boek, maar ik wil eerst even, voordat jullie mijn boek lezen, even iemand anders in het zonnetje zetten, want die is eigenlijk geweldig. Heel leuk om te zien. Een wat minder bekende pagina van hem. Als het goed is, zit hij hierna. Ja. Dan denk je, nou ja, ik pak een passer en dan kan ik het ook. Maar hij deed dit uit de hand. Zonder passer. Oh ja. Ja. En hij wilde hiermee zijn virtuositeit laten zien. En het leuke is, dat vond ik heel gaaf om te lezen, hij gebruikte deze cirkel als zijn handtekening. Dus als hij zijn handtekening zette, dan kreeg je dus niet wat je zou verwachten, een heel uitgebreide, versierde handtekening met zijn hele mooie kapitaal ervoor. Nee, je kreeg een heel eenvoudige, maar dus extreem moeilijk te schrijven, cirkel. En waarschijnlijk had hij dit, geïnspireerd op een verhaal wat hij waarschijnlijk heeft gehoord, van de kunstenaar Giotto uit Italië. Die werd geboren in 1276 en het verhaal gaat dat hij, de paus die wilde heel graag een heel mooi werk van vijf afbeeldingen laten schilderen in de Sint-Pieter in Rome. En hij zocht een hele goede kunstenaar en hij had een aantal potentiële kunstenaars en die moesten allemaal werk inleveren om te laten zien aan hem. En dan kon hij bepalen wie de allerbeste kunstenaar was om de opdracht aan te geven. En Giotto die kwam daar en die tekende in één keer een perfecte cirkel. En hij kreeg de opdracht. Ja. Heel mooi verhaal. Dat vond ik wel heel erg mooi om te zien. En dan als laatste, als afsluiting, hebben we nog een stukje. Dit is wel leuk. Dit is zijn handtekening die hij heeft gezet. Even kijken hoor, dat stond er ook nog bij. Ernest Brink. Hij stond erbij dat hij hem schreef. En hij was zo onder de indruk ervan dat hij heeft erbij geschreven, hier in het klein. Deze cirkel is gemaakt van Jan de Velde zonder passer. Ja. Nee. Achteraf gezien denk ik, ja, dat kun je niet bewijzen. Dat kan alleen als je ernaast hebt gestaan. maar goed, we gaan nu naar de laatste deelnemer aan de wedstrijd en dat is Maria Strik. Maria Strik werd geboren in 1577 en zij was de dochter van, als jullie het onthouden hebben, onderwijzer Caspar Beck. Die dus Jan van der Velde zijn eerste baantje gaf toen hij als vluchteling aankwam in Delft. Dus dat vond ik wel leuk. Maria was dus de dochter van die man en Jan van der Velde die heeft haar ook schrijflessen gegeven. Samen trouwens met Felix van Sandix, die de eerste prijs had gehaald. Dus deze Maria, dat was echt een geluksvogel, want die had gewoon de twee allerbeste schrijfmeesters die je kunt wensen, waren haar leraren. ze trouwde met Hans Strik en Hans Strik was schoenmaker.
Maar waarschijnlijk had Hans Strik was best wel een intelligente man. Want nadat ze zijn getrouwd, heeft hij in heel korte tijd leren schrijven en echt heel mooi leren schrijven. Hij heeft leren graveren. Hij heeft 4 exemplaarboeken van Maria gegraveerd. En in die tijd was het heel erg moeilijk om een goede graveur te vinden, maar hij kon dat dus blijkbaar heel goed. Hij heeft ook haar portret gegraveerd, dit portret. Dus je ziet, het was echt een vakman en heel getalenteerd. En hij heeft zichzelf zo opgewerkt dat op het moment dat de vader van Maria Strik overleed en de school die hij had achterliet, toen hebben hij en zijn vrouw Maria de school overgenomen. Dus hij kon lesgeven. Nou, dit is dus de Maria die we kennen uit de brief van Joris de Carpentier uit Hoorn. De vrouw die zo mooi het Italiaanse schrift beheerst en de tweede prijs behaalde tot zijn grote ongenoegen. Sommige mensen die denken dat Joris zo verongelijkt was omdat zij een vrouw was. Omdat zij ook de enige vrouw is in het rijtje van al die winnaars, lijkt dat misschien ook zo best wel aannemelijk van, oh ja, de vrouw, dat is niet goed. Maar toch vinden we dat niet aannemelijk. Want het was in de 16e eeuw was het helemaal geen uitzondering dat een vrouw een goed betaalde baan had. En als je als vrouw een docent was aan een Franse school, dan had je extra status. Wat ook heel erg leuk was, wat ik las, is dat schoolmeesteressen en schoolmeesters verdienden evenveel geld. Dus er was nog geen loonkloof. Ja, heel, heel interessant. Een paar honderd jaar geleden, ja. Wat zeg je? Ja. Ze verdienden even weinig. Ze verdienden even veel. Weinig. Ja, even weinig, ja. Waarschijnlijk vind ik iedereen altijd te weinig, maar ze verdienen best wel oké. Okay. Even kijken, dat blijkt ook uit gegevens uit Antwerpen in de 16e eeuw. Dan kunnen we terugvinden dat in het jaar 1576, dat is dus 1 jaar voordat Maria werd geboren, waren er 88 mannelijke docenten actief in de stad en 70 vrouwelijke docenten. Dus dat was best wel goed verdeeld op zich. Maar de reden dat zij als enige vrouw voor ons bekend lijkt, want er waren wel meer vrouwen, maar de enige reden dat de meeste mensen alleen haar kennen, komt omdat zij de enige was die ook publiceerde. Dus hierbij ook, wie schrijft, die blijft. Op deze afbeelding is het wel leuk om te zien, want hier kun je haar werk dan vergelijken met het werk van Felix van Sandix. Dit is haar schrift en dit is het schrift van de prijswinnaar van de eerste editie. Je ziet dat zij een lichtere hand had en hij een wat zwaardere hand. Wat eigenlijk heel gek is, want hij stond in de rang eigenlijk boven haar. Maar we weten ook niet of dit komt door degene die het graveerd heeft. Want je had natuurlijk ook nog zijn invloed. Het was niet één op één, zoals je nu een scan maakt op een foto en dat publiceert. Het moest eerst nog helemaal nagetekend worden of overgetrokken. Dus het kan zijn dat diegene die dat heeft gegraveerd een wat zwaardere hand ervan heeft gemaakt. Nou, dankzij dit boek heeft Maria Strik haar reputatie verdiend als een respectabele schrijfmeesteres en docenten. En ook haar man kwam hierdoor bekend te staan als een hele goede graveur. En ze hebben samen nog 3 boeken gepubliceerd hierna. Nou, ik wil het hier dan voor nu bijna laten, want je kunt online heel veel mooie afbeeldingen vinden en daarvan genieten. Maar ik wil nog wel even terugkomen, heel kort, op de beginvraag. Hoe komt het nou dat die kinderen in die tijd zo mooi konden zijn? Nou, we hebben hier nog meer werk inderdaad van Maria. We hebben hier dus die mooie brieven van die kinderen. Je kunt er een paar laten zien. Nou, we hebben dus gezien dat er in die tijd, dankzij de invloed van het boek van Valkoog en ook door de komst van heel veel bekwame schrijfmeesters uit de zuidelijke Nederlanden, en de economische bloei, dat er betere scholen ontstonden. En ook dat dankzij de wedstrijden kinderen heel erg gemotiveerd werden om steeds beter te leren schrijven. De lat werd daarbij steeds hoger gelegd en het loonde de moeite om goed te kunnen schrijven. Want ten eerste kon je leuke prijzen winnen, maar ook in je latere carrière was je verzekerd van een mooie toekomst als je dat kon. Kreeg je er ook geld voor? Inderdaad. Dus wat mij eigenlijk heeft geïnspireerd in het hele verhaal, dat vind ik eigenlijk dat er ondanks de competitie zo'n groot gevoel van saamhorigheid is geweest in Nederland in die tijd. Binnen de wereld van de calligrafie dan althans. En voor mij voelt dat ook zo binnen het gilde, dat we een hechtere, een groep zijn die
iets delen en vriendelijk naar elkaar zijn en kennis willen delen. En gezelligheid zoeken op werkdagen en op dit soort leuke dagen. Nou, dan heb ik als laatste nog wel iets grappigs, denk ik, om af te sluiten. Je kon vroeger een gouden pen winnen. Ik heb hier een gouden pen meegenomen. En de grap is, iemand van jullie kan hem vandaag winnen. Ik ga zo meteen een workshop geven in het snijden van je eigen ganzenveerpen. Dus als je dat leuk vindt om mee te doen. En dan hebben we daar een geweldige jury zitten. In de vorm van Margreet Vans. En die gaat de winnaar van de Plume Dorée aanwijzen vandaag. En nou, ik hoop dat diegene veel lof toebedeeld zal worden de komende tijd. En ja, daar wil ik het bij laten.